Dit is het Polygoon Journaal van dinsdag 30 oktober 2012. Vandaag hier in Nijrode, de dag van de grafische groei. Denkt u dat de toekomst is voor de grafische branche? Uiteraard. Het grafisch landschap dat verandert in hoog tempo. Je ziet het om me heen. Ik zeg altijd, print blijft. Print McClaar. Met veelzeggende namen en gedreven sprekers over marketing, new business en organisatie. Dat was ik nog vergeten te zeggen. 3D printing, dat wordt het helemaal. Dat is de toekomst, mensen. Geef hem een heel hartelijk applaus. Lucien Klaassen. De grafische sector is de oudste sector. Die vervult al eeuwenlang een sleutelrol in communicatie. En nu ben ik even aan de beurt. Om jullie hopelijk te inspireren met mijn verhaal. Op mooi drukwerk, kansrijk drukwerk, zinnig drukwerk. Ik ben nou helemaal gek op drukwerk. Weet je, succes en falen ligt naast elkaar, hè? Mijn naam is Marleen Mulder. Ik ben regio-accountmanager voor Postbedrijf Zet. Nou, de volgende parallelsessies ga ik doen vanmiddag. En dat is het nut van netwerken. Waar ik eerst voor heb gekozen, met name om zelf daar nog weer wat kennis uit te halen. Een stukje 1-op-1 communicatie. En als laatste een stuk aanbesteden. Waarbij ik toch wel wil weten wat daar met name de heikele punten zijn. Dus dat is waar ik voor gekozen heb. Wie voelt er meer voor het netwerken à la Ronnie? Steek even je hand op. Om de stemming er een beetje in te krijgen voor vandaag, de dag van de groei. Dus als je altijd traditionele dingen blijft doen voor die klant, dan zal je altijd die traditionele dingen ook terugkrijgen van die klant. Ik ben helemaal gek op Irene en ik maak een doos met een boodschap uit over Irene met mijn boodschap erop. En ik kan dat bij Irene bezorgen, maar weet ik gewoon zeker dat als zij zo'n doos krijgt, succes daarmee. Ja. We hebben een ontzettende leuke, creatieve manier bedacht om verzonnen om de dag samen te vatten. Ja, hoe kom je nou van prachtige, inspirerende verhalen tot een verandering morgen in jouw toekomst, in jouw leven? Ik had nog even een samenvatting bij elkaar gezet van Lucien. Oh, dat wil ik nog even. Dat vinden de mensen misschien nog wel even zien. Want het gaat wel om jouw toekomst, om jouw bedrijf, en het gaat om jou. En daarom wil ik je uitdagen om jezelf nog één vraag te stellen. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren en ik hoop tot de volgende keer. Ik vind dat het medium drukwerk best een wat beter imago zou mogen krijgen. En ja, daarom vind ik zo'n dag als dit ook belangrijk. Om gewoon het medium drukwerk met z'n allen als collega's onder elkaar een stukje te promoten. En te laten zien wat voor mooie dingen er in de branche gebeuren. Dus dat vind ik heel belangrijk. En voor mijzelf is het vooral toch zien van wat gebeurt er allemaal. Wat zijn er voor mooie nieuwe initiatieven? Wat zijn er voor kansen inderdaad? En wat kan ik daar zelf mee in mijn eigen business? En dat vind ik wel heel interessant voor mezelf.